Hoe laat ga jij naar bed 's avonds? Ik om 8 uur. 7 uur. 10 over kwart. 10 over 8. Ik kom 7 uur of 8 uur. Als ik naar school kom, soms 8, soms 9. Slaap is eigenlijk een heel raadselachtig fenomeen. Iedereen kent slaap. We slapen allemaal bijna een derde deel van ons leven. Maar eigenlijk begrijpen we nog steeds niet in alle details waarom we dat nou doen. Er zijn allerlei theorieën over wat slaap zou kunnen zijn. En de belangrijkste theorieën zijn dat slaap een herstelproces is. En dan met name een herstelproces voor onze hersenen. Dus niet zozeer voor ons lichaam, maar vooral voor onze hersenen. En andere theorieën die suggereren dat slaap een proces is waarbij je allerlei informatie verwerkt. En misschien wel geheugen vormt van dingen die je overdag hebt geleerd. Het is waarschijnlijk zo dat slaap meerdere functies heeft. Peter Meerlo doet op het Biologisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar slaap en naar de gevolgen van slaapgebrek. Wat kan er misgaan als we iedere nacht een paar uur te weinig slapen? Want dat doen we steeds meer in onze steeds drukkere 24-uursmaatschappij. Je kunt wel wennen aan dat slaaptekort en je kunt het op een zekere hoogte ook wel een prestatieniveau vasthouden. Maar dan nog blijft natuurlijk de vraag van wat gebeurt er op lange termijn? Wat gebeurt er nou in jouw hersenen wanneer je elke dag net niet genoeg van dat belangrijke herstelproces krijgt? Als je de kinderen hier meemaakt, hebben ze dan goed uitgerust? Ja, over het algemeen wel. Kijk, zijn wel eens uitzonderingen. Of als kinderen zelf moeilijk in slaap komen s'avonds, dat je merkt dat ze nou, 's morgens wat langzamer op gang komen, maar over het algemeen gaat dat hier wel op tijd naar bed. 7 uur, 7:30 vind ik dat ze erin moeten liggen. En vooral de jonge kleuters, want die maken toch heel veel mee op een dag. Ze zijn heel erg moe als ze naar huis gaan meestal. En dan vind ik toch dat je een goede nachtrust moet hebben. Wat wij in ons onderzoek naar de gevolgen van chronisch slaaptekort hebben gedaan, is een model ontwikkelen. Een dierexperimenteel model waarbij we ratten elke dag een paar uur laten slapen, maar net niet genoeg. Dus we korten structureel hun slaap in en dan kijken we wat er op lange termijn verandert in hun gedrag, maar ook in hun hersenen. En daarbij hebben we ons dan vooral gericht op hersenprocessen en hersensystemen die een rol spelen bij stress, stressgevoeligheid en depressie. Serotonine is een neurotransmitter. Een stofje dat er in de hersenen voor zorgt dat mensen hun emoties kunnen regelen. Ik zal even de ratten gaan halen. We weten dat mensen met een depressie vaak een verstoord serotoninesysteem hebben. Depressieve mensen hebben ook vaak last van slaapproblemen. Hebben die slaapproblemen en die verminderde gevoeligheid voor serotonine dan ook iets met elkaar te maken? Dat onderzocht Peter Meerlo door proefratten een injectie te geven met serotonine, waardoor de lichaamstemperatuur van de rat daalt. Nou, als je hier op tijdstip 0 kijkt, dat is het moment waarop die dieren een serotonine-injectie krijgen. En dan zie je dus een acute temperatuurdaling. Die witte symbooltjes hier, dat zijn de controledieren. En die zwarte symbooltjes zijn de dieren met slaaptekort. En je ziet dat die een verminderde temperatuurrespons hebben. Dus die zijn minder gevoelig voor die serotonine. Bij depressieve mensen is de serotoninegevoeligheid op dezelfde manier gemeten. En daar zie je ook dat die patiënten een verminderde temperatuurrespons hebben. Net als onze ratten na chronisch slaaptekort. En wat wij dus vinden is dat die gevoeligheid voor serotonine vermindert na chronisch slaaptekort. En dat is eigenlijk ook hetzelfde wat je ziet bij depressieve patiënten. We weten nog altijd weinig over slaap. Maar dat slaap grote invloed heeft op het welzijn van onze hersenen, dat staat vast. Chronisch slaaptekort kan niet alleen leiden tot stemmingstoornissen. Op lange termijn leidt het wellicht ook tot leer- en geheugenproblemen. Bij deze test moeten de ratjes leren dat er in dit zwembad vlak onder het wateroppervlak een platformpje is waar ze op kunnen gaan zitten. Nou, de eerste dag moeten ze dus echt even zoeken en vinden ze dat platform na verloop van tijd bij toeval. Maar als je ze dan een paar keer traint, dan zwemmen ze er rechtstreeks naartoe. En wat we dus nu kunnen doen is kijken of verstoorde slaap en tekort aan slaap
de vorming van dat geheugen verstoort, waardoor ze meer tijd nodig hebben om deze taak onder de knie te krijgen. Waarom is slaap dan zo belangrijk? Nou, gewoon voor die rust, voor je lichamelijke rust, maar ook voor het rust in je hoofd. Ik denk dat in eerste instantie het slapen is. Dat je goed slaapt, omdat je goed kunt opnemen. En ja, lieverd, ja, dat ligt daar, schat, hier. He, dat je goed die dingen die er spelen binnen een groep, die je nodig bent om te sterken, om te groeien, dat je slaap absoluut nodig is. Ja, zeker weten. Maar er zijn studies die laten zien dat bijna een vijfde tot een kwart van de kinderen regelmatig klaagt over slaperigheid in de klas. Dus die zitten overdag tijdens de lesuren regelmatig te gapen en kunnen zich moeilijk concentreren. En ja, dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat ze 's avonds heel veel afleiding hebben, heel veel tv kunnen kijken, computerspelletjes kunnen doen, maar toch de volgende ochtend weer vroeg op school moeten zijn. Dus dat is een groeiend probleem, niet alleen bij volwassenen, niet alleen bij ambitieuze carrière-mensen, maar eigenlijk over de hele breedte van de maatschappij en dus ook bij kinderen. Mag ik ook weten hoe laat jullie naar bed gaan staan? Dat weten wij niet. Ik ga om 7 uur. En ik weet, en als het zaterdag is, dan mag ik later blijven. En ik heb heel veel... Maakt niet uit. En ik heb een nieuwe kamer.